Jairo Riedewald, vorig jaar stap je hier nog van het veld af als matchwinner. Het kan dooien, het kan vriezen. Wat gebeurt er? Nou, wat bedoel je? Ja, dat vorig jaar loop je hier nog als matchwinner het veld af. Wat gaat er vandaag fout? Wat gaat er vandaag fout? Ik denk als we meer gaan voetballen, meer driehoekjes gaan maken. De ballen sneller laten lopen op dit kunstgras, dat je ze dan van de mat speelt. Maar dat deden we niet. Iets te laag tempo en niet echt gevaarlijk geweest voorin. En dan wordt het een lastige middag. Eerst is er een buitenspelgoal, dan worden jullie als het ware een beetje wakker geschud. Jullie scoren twee keer. Dan ziet het er goed uit, maar vervolgens kunnen jullie niet verder uitbouwen. Nee, inderdaad. We komen 2-0 voor en dan moet je eigenlijk zorgen dat je met 2-0 ook de rust in gaat. En het werd dan toch 2-1 en dan zit je met een ander gevoel in de kleedkamer. En zij gaan er ook weer in geloven. En tweede helft, veel op hun helft, alleen maar op hun helft. Zij wachten maar op 2-3 momenten en ze hebben hem gepakt in de laatste minuut. Want wat gaat er fout bij de 2-1 achterin eigenlijk, bij de goal van Boupon? De bal gaat van onze linkerkant naar onze rechterkant. Hij maakt de actie. Hij schiet die bal tussen eigenlijk Jasper en het centrale duo, mij en Joel in. Hij is eerder bal en het tikt hem in. Het begin tweede helft lijken jullie toch wel met vrij veel druk de tweede helft te beginnen. Maar dat ebt eigenlijk vrij snel weg. Hoe komt dat? In het begin... Het spon een beetje opportunistisch, een paar lange ballen en daarna ging het over de grond zoeken. Dan moet hij goed vallen, die voorzet die van de zijkant komt. Mitchell, een paar keer Ricardo en dan kan hij goed vallen, kan ook minder goed vallen. Dat was het dan net niet en valt het weg inderdaad. Ja. Dat is toch een beetje het probleem van de afgelopen wedstrijd, hè? Wat is het probleem? Dat gewoon niet goed loopt. Je moet opportunistisch gaan spelen tegen dit soort ploegen. Maar je moet dus echt hopen dat die bal een keer goed valt. Waardoor je dus ofwel of niet die goal maakt. Ja, nee, natuurlijk. Ze staan ons op te wachten als het ware. Gewoon met het hele team. Je kan er wel doorheen combineren. Maar zij loeren op die 1-2 momenten in die counter natuurlijk. Dus je moet ook goed staan voor de restverdediging. Maar ik denk dat het veel gevaarlijker moeten worden tegen zulke tegenstanders, ja, zeker. Om dit interview nog even positief af te sluiten. Een jaar geleden viel je hierin, maakte je twee hele belangrijke doelpunten. Sindsdien, wat is er allemaal gebeurd? En kan je het allemaal nog een beetje bijhouden? Want ik neem aan dat er ook veel positieve en leuke dingen gebeuren. Ja, natuurlijk veel wedstrijden gespeeld. Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden blijven spelen hier natuurlijk. En mezelf ontwikkelen hier bij Ajax. Ik ben hard op weg.